en welkom bij deze nieuwe video. Jongens, ik was vanochtend aan het denken, wat voor video ga ik maken? Want ik maak vooral testen, video's waarin ik collecties test, producten test. Maar deze januari zijn er niet echt heel veel leuke make-up collecties uitgekomen of make-up producten. Ik had ook gezien online dat het heeft te maken met de vracht. Eind afgelopen jaar is er iets misgegaan met alle vracht en zo. Ik weet ook niet precies. Er is vertraging. En vandaar dat er nou minder collecties zijn. Want ik ben gewend dat vooral in de betaalbare make-up categorie in januari superveel collecties uitkomen. Maar ja, dat is nou dus kennelijk één maand opgeschoven. Dus nou zat ik een beetje met een dilemma. Wat voor video ga ik maken? En ik dacht, ik heb best wel veel nieuwe producten die echt mijn fave zijn. Dus ik dacht, ik ga een full face make-up met mijn favoriete producten op dit moment maken. Er zijn hier en daar echt wat producten veranderd. En die wil ik jullie laten weten. Als je mij volgt, heb je er een heleboel ook al heel vaak gezien. En ik ga vandaag mijn go-to soft glam look maken. Ik heb ook vanavond een afspraak. Dus ik moest me sowieso opmaken vandaag. Dus ja, dit leek mij echt een ideale video voor vandaag. Dus dat is wat we vandaag gaan doen. En vind je het nieuwe leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze video. Ik heb geen ringen aangedaan. Ik besef me net dat ik geen ringen heb aangedaan. Ja, ik heb echt geen zin om weer helemaal naar beneden te gaan. Mijn haar is niet op zijn best vandaag. Dit is dag 4 van mijn haar. Ik was mijn haar slechts 1 keer per week, want ik heb krullen. En als je te vaak was, is het niet goed voor je krullen. De krullen zijn nou echt al een beetje uitgezaakt. En het is allemaal gewoon een beetje blah. We gaan beginnen. Ik heb mijn wenkjes al gedaan. Een dagcreme. En ik ga nou eerst primen. Qua primer heb ik niet echt een cliché primer die echt mijn fave is. Maar de afgelopen paar maanden ben ik continu ingegaan met een olie als primer. Vooral in de wintermaanden. Dan kan mijn al droge huid nog droger worden. Dus dan vond ik het gewoon heel fijn om in te gaan met een olie. En dit is die ik heel vaak gebruikte van Pixi. En dit is ook echt een priming olie. Dus daar is hij ook gewoon echt voor. En ik vind hem echt super duper fijn. Hij ruikt ook echt heerlijk. Dus heel vaak breng ik nou dit aan onder mijn foundation. Dan breng ik gewoon een beetje aan op mijn handen. Een beetje veel eigenlijk. En dan smeer ik het gewoon zo in op mijn gezicht. En dan wat voor product ik ook aanbreng. Het maakt niet uit hoe mat of hoe droog het is. Hierdoor wordt het gewoon niet te droog op mijn gezicht. En dat vind ik echt ideaal. Alle mensen met een droge huid, vooral in de winter. Ik zou dit zeker proberen. Wat je ook kunt doen is dit gewoon mixen met je foundation. En dan wordt hij ook wat minder droog. En het geeft echt een hele mooie glow aan je gezicht. Zie je dat? Dat heb ik ook altijd wel nodig. Ik laat het wel altijd een beetje inwerken voordat ik begin aan mijn make-up. Mijn fave foundation op het moment is de nieuwe Beautiful Skin van Charlotte Tilbury. Ik heb hier ook een hele video over gemaakt. Dus als je echt uitgebreide informatie wilt hierover, bekijk zeker eventjes die video. Ik gebruik hem nou al een paar weken en het is echt geweldig. Ik heb hem in de kleur 8 Warm. Het heeft een lichte tot medium dekking. En het geeft een prachtige glow aan je gezicht. En het is gewoon alsof je geen make-up op hebt. Maar je gezicht ziet er echt gewoon geweldig uit. I love it. Dus sinds ik hem al heb, gebruik ik hem echt continu. I love it gewoon. En de kleur is ook echt perfect voor mij. 8 Warm. Alles wat ik vandaag gebruik, zet ik ook beneden in de beschrijving. Dus dan is het gewoon makkelijk te vinden voor jullie ook. Kijk hoe mooi dit is. Je ziet het gewoon echt helemaal niet zitten op de huid. Echt fantastisch. En die glow die het geeft. Echt een hele mooie glow. Het is niet too much. Het is niet een hele heftige glow. Het is gewoon heel mooi en naturel allemaal. Kijk hoe mooi dit is. Het heeft niet heel veel dekking. Dus als je dat zoekt, is hij echt niks voor jou. Want ik zie hier nog gewoon een beetje rood en zo. Maar als je gewoon op zoek bent naar iets heel mooi naturel, wat gewoon ideaal is voor everyday, dan is dit echt de perfecte foundation voor jou. Qua concealer heb ik er niet per se echt eentje die er echt ver bovenuit springt. Maar er is er wel eentje die ik echt underrated vind. Er wordt helemaal niet over gepraat of wat dan ook. En dat is de Eye Bright Concealer van Makeup Revolution. Ik heb hem in de kleur medium light. Deze heeft echt een prachtige dekking. Verlicht het hier helemaal mooi. Is betaalbaar. Ik snap gewoon nog steeds niet waarom hier niet meer over wordt gepraat. Ik heb het ook al een aantal keer in mijn video's verteld. Hij is echt amazing. Het heeft zo'n sponge. En je hoeft ook niet al te veel aan te brengen, want dat is gewoon echt niet nodig. I love it. Hij is zo fijn. En de kleur is ook echt perfect voor mij. En dan blend ik het gewoon weer in met mijn spons. Deze spons is van Makeup Revolution van de Friends collectie. Ik denk dat het weer tijd is voor nieuwe make-up sponsen. Die ik allemaal al heb, heb ik echt al maanden. En officieel gezien moet je ze elke 3 maanden vervangen. Nou, daar ben ik echt al ruim overheen. Ik denk dat ik ze echt allemaal ga wegdoen, want ik heb ze echt allemaal veel te lang. En dan gewoon even een paar andere ga bestellen weer. Ik had gezien dat de Beauty Blender uit is gekomen met eentje die van kleur verandert als je hem in water doet. Dus ik denk dat ik die ga kopen.
En qua losse poeder ben ik nog steeds niet veranderd. Nog steeds mijn make-up, Studio Losse Poeder, Translucent Extra Fine Poeder in de kleur 1. Dit is echt gewoon nog steeds mijn fave losse poeder. Geschikt voor letterlijk elke huidtype. Echt amazing. Dit druk ik dan gewoon zo hier zo in. Ik heb laatst in mijn TikTok hacks video ontdekt dat het echt prachtig is als je de poeder gewoon zo indrukt met een spons in plaats dat je echt helemaal baked. Dus dat is nou wat ik voortaan doe. Super mooi. Dit ziet er allemaal zo natuurlijk uit. I love it, jongens. Dan ga ik mijn gezicht en mijn neus contouren. Nog steeds same old make-up revolution paletje. En ik gebruik deze kleur. Jongens, ik ben laatst begonnen aan een Netflix-serie. En ik heb hem letterlijk 2 volle dagen gewoon 48 uur lang gebinged-watched. En I loved it. Hij heet Manifest. Het is zo leuk als je houdt van mysterie en zo. Je gaat het echt geweldig vinden. Ik heb het echt gewoon gebinged-watched. En dat heb ik al zo lang niet meer gedaan. Ik vind bijna nooit meer iets wat ik echt zo leuk vind. En I loved it, jongens. Ik raad het echt zeker aan als je een keer een Netflix-weekend wilt houden of zo. Ik vond het echt amazing. Super dupe goede serie. En dan mijn fave MAC Fix Plus. Ook dat is niet veranderd. Of de MAC Fix Plus of de Action Fixing Spray zijn mijn fave sprays om te hydrateren. Oké, mijn gezichtsmake-up is voor nu helemaal klaar. Ik ga straks in met bronzen, blush en al die dingen. Dit ziet er echt fantastisch uit. Nu ga ik beginnen aan de ogen. En dit was echt super makkelijk voor mij. Want het paletje die ik de afgelopen tijd echt alleen maar gebruik, is dit paletje van Morphe. Fantastisch neutraal paletje. I love it. Hier heb je een hele matte rij. En hier heb je allemaal glanzende kleuren. En je hebt een grote spiegel. Dit paletje is gewoon te koop bij Douglas. Ook niet al te duur en echt amazing. De kwaliteit is echt super goed. De kleuren zijn mooi. Je kunt heel veel looks hiermee maken. I love it. Dus hiermee ga ik even een snel soft glam lookje maken. We zijn ingezoomd, jongens. Kijk hoe mooi glowy mijn gezicht is. Ik kan het gewoon niet vaak genoeg herhalen. Oké, ik ga nou even een hele snelle look hiermee maken. Ik ga beginnen met de matte bruine kleur hier. Die heet Good Vibes. De look die ik vandaag ga maken is echt mijn go-to snelle soft glam look. Dit is gewoon echt de look die ik maak als ik gewoon er echt gewoon goed uit moet zien en geen enkel risico wil nemen. Dan is het gewoon dit. Ik breng die kleur aan met mijn Zoeva 228 Fluffy Quast. En die gaat in mijn hele arcadeboog. Ik heb al gepruimd met concealer. Dan ga ik in met de bruine kleur hier. Die heet Boek. Het is ook mat. Die breng ik aan met mijn Zoeva 227 platte fluffy kwast. En die gaat zo in de buitenste hoek. En dan breng ik die twee kleuren ook aan op de onderste wimperrand. Oké, dit is dan gewoon altijd de basis die ik gewoon leg. En dan ga ik gewoon in met een willekeurige glanzende kleur. Gewoon waar ik die dag zin in heb, is gewoon de kleur die ik pak. Ik denk dat ik vandaag een beetje ga voor... misschien donker. Ik ga voor de glanzende kleur hier, die heet Striptease. En die pak ik gewoon met mijn vinger op. En dan breng ik die gewoon zo aan op mijn ooglid. Echt prachtig deze glanzende kleuren. We gaan gewoon vandaag een beetje voor een donkere bronzy bruine ooglook. Dan een beetje blenden bij de randen en dan is het eigenlijk gewoon gelijk klaar. Dan ga ik in met een hele licht roze glanzende kleur, die heet All Luxe. En die breng ik nog aan in de binnenste ooghoek om het een beetje te verlichten. Zo, en dan is het klaar jongens. Zo makkelijk gaat het gewoon. Een mooie soft glam bronzy ooglook. En ik breng ook altijd eyeliner aan en mijn fave is mijn Kylie liner van Kylie Cosmetics. Maar ik denk niet dat ik dat nog hoef te vertellen. Dan is het tijd voor mascara. Qua mascara heb ik er eigenlijk best wel veel die ik echt allemaal top notch vind. Eentje die ik toch wel echt heel vaak gebruik is deze waterproof mascara van Catrice. Lash Changer Volume Mascara. Deze is echt zo fijn. Dit is hoe die eruit ziet. Hij is echt super fijn. Hij geeft lengte, volume, brengt fijn aan. I love it. Ik breng ook af en toe een bruin oogpotloodje aan in mijn onderste waterlijn. Maar ik denk dat ik dat vandaag oversla. Dat doe ik af en toe wel, af en toe niet. Nou is het tijd voor wimpers. Ik heb echt een paar wimpers die ik echt de afgelopen tijd gewoon niet laat liggen. En dat zijn deze van de Primark in de stijl 822. Deze zijn echt zo mooi, zo fijn. Lekker betaalbaar ook gewoon bij de Primark. I love them. In mijn afgelopen video's heb ik ze ook al heel vaak gebruikt. Dus ik ga ze eventjes opdoen en dan kom ik zo bij jullie terug. Oké, daar ben ik weer. Ogen zijn helemaal af. I love it. Super mooie look. Nou ga ik bronzen. Mijn favoriete bronzer nog steeds is de Morphe X Avani Greg bronzer in de kleur Hawaii. Deze kleur is zo mooi warm. Het is een matte bronzer, maar er zit een hele lichte glitter doorheen. En ik vind het echt prachtig gewoon. Echt amazing. En hij is echt best wel goed gepigmenteerd, maar hij is niet patchy. Hij is niet vlekkerig of zo. Hij blendt gewoon helemaal goed en snel in. Zie je dit? Het maakt mijn gezicht altijd zo bronzy. Ik vind hem echt heel mooi met mijn huidskleur. En ook dit product is niet al te duur. Te koop bij Douglas.
Qua blush heb ik er niet echt eentje die er echt uitspringt. Ik heb geen wowie blush die ik echt heel vaak gebruik of echt geweldig vind. Maar een blush die ik gewoon wel wat vaker gebruik omdat die qua kleur echt bij elke make-up look past. En dat is de Glowish Blush van Huda Beauty in de kleur 02. Met mijn huidskleur is dit echt een blush die echt gewoon bekend bij elke make-up look past. Dus dat is waarom ik hem zo vaak gebruik. Niet per se omdat ik hem zo geweldig vind. En qua highlighter is nog steeds een van mijn faves. Dit Huda Beauty paletje. De Medium Glow Obsessions palette. Met 4 kleuren erin. En je kunt al zien welke kleur ik het meest gebruik. De kleur hier. En ik mix hem ook een beetje met de kleur beneden. Dit is echt een hele heftige gouden highlighter. En echt super mooi met mijn huidskleur. Ik pak een beetje van hier. En dan ook een klein beetje van die bruine kleur. En dan breng ik het gewoon zo aan. Hij is wel heel heftig. Dus als je daar niet van houdt, dan zou ik hem vooral niet halen. Dan de lippen. Ook weer voor de lippen heb ik echt zoveel producten die ik echt geweldig vind. Ik heb zoveel glossjes die ik fijn vind. Heel veel lipsticks, et cetera. Maar een van de combo's waar ik toch elke keer naar terug ga is deze combo. Een Sweet Tea Lip Pot loodje van Morphe. En een MAC Cosmetics lipstick in de kleur Velvet Teddy. Ik weet nog toen Kylie deze helemaal bekend maakte, toen was hij echt overal uitverkocht. Dit is echt een super mooie lipcombo. I love it. En dan voor fixing spray een van mijn faves nog steeds. En dat is de Lasting Fix Fixing Spray van Maybelline. Deze gaat er echt voor zorgen dat je make-up de hele dag goed blijft zitten. Nou mensen, dit was het dan. Dit was mijn full face met een aantal van mijn fave producten. Ik zeg expres een aantal, want ik heb er nog een heleboel meer. Ik heb ook laatst een video geplaatst over mijn fave make-up van het afgelopen jaar. Daarin laat ik er echt een heleboel zien. Dus bekijk ook die video als je nog meer wilt zien. Maar alles wat ik vandaag heb gebruikt, sta ik echt 100% achter. Super fijne producten. En ik weet zeker dat jullie ze ook echt heel fijn gaan vinden. En nogmaals, ik zet beneden in de beschrijving alles neer op wat ik vandaag heb gebruikt. Let me know wat je ervan vindt. Is dit een look die jij zou dragen? Let me know beneden in de reacties. En zoals altijd hoop ik dat jullie weer hebben genoten van de video. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!